Hallo edele kijkers van Voor de Winkel MCD. We gaan vandaag weer verder met de epische Let's Play. En we zitten in Minecraft 1.4.2. Dus we kunnen nu overal beds spawnen en zo. Dus daar heb ik wel erg zin in. Ik heb de John Smith texture pack omdat jullie die andere haten. En misschien vinden jullie deze beter. En als jullie dit ook niks vinden, dan ga ik gewoon op default spelen hoor. Ik heb geen Optifine, want dat lukte niet. Mijn Minecraft had zwart beeld als ik probeerde met Optifine te spelen. Waarschijnlijk gaan we wel een klein beetje laggen. Maar ik hoop het. Ik hoop dat mijn computer het een klein beetje aan kan. Even kijken, het geluid iets harder. Zo, dat is beter. Wat hadden we de vorige keer gedaan? Wat goud hadden we gesmolten? Obsidian. Oh ja, we zouden een nether portal gaan maken, denk ik. Waar zullen we dat eens gaan doen? Als je hem eenmaal neerzet, dan duurt het wel super lang om hem weer weg te halen. Als we dat nou gewoon. Hier zo doen. Gewoon hier zo in de muur. Iets hoger natuurlijk. Dan weet ik niet of ik deze keer naar de nether ga. Waarschijnlijk doe ik dat in een volgende aflevering. Want als ik de nether inga, dan duurt het meest. Oh. Dikke lag. Dan duurt het meestal eerst 10 minuten voordat ik weer kan bewegen. Dus. Oh nee, ik wil hem wel iets lager. Dat je er zo in kan lopen. Anders heb je er alsnog niks aan dat hij makkelijk staat. Moeten we even dit blokje obsidian weghakken. Zo. Oh, dan hebben we die onderste natuurlijk ook niet nodig, want dat zie je toch niet. Zo. Perfect. En dan doen we het dak zo, maken we later nog wel van smooth stone. Smooth stone. Zo, perfect. Dan nu nog een, hoe heet dat? Flint en steel. Ik speel dus niet heel erg smooth. Maar dat komt dus door geen Optifine. Dus je ziet, ik beweeg nog wel aardig snel. Maar toch zul je zien dat het niet echt fijn speelt. En ook om naar te kijken is het natuurlijk wat minder. Ik speel nu op 15 FPS dus. Ik heb ijzer nodig. En jullie wilden ook dat ik armen zou maken. Ik vind dat eigenlijk nog niet zo'n goed idee nu al. Maar we kunnen het altijd overwegen. IJzer en flint hebben we nodig. Flint, ja, dat hebben we. Ik moet nog even wennen aan de texture pack. Dat maak je geloof ik zo, ja. En dan hebben we flint en steel. Doen we dat er even in en dat. Laten we dan eerst maar even armen gaan maken. Een broek. Een shirt, zo. Nee, broek. Een shirt, hoe maak je dat zo? Met 8 ijzer. Schoenen natuurlijk. En dan nog een hoofddeksel. Zo, perfect. Trouwens, echt super bedankt voor al die likes. Ik had nooit verwacht dat deze serie zo goed bekeken zou worden. Ik dacht van, ik zou wel gewoon 4 likes per video krijgen. Maar gewoon serieus, op de laatste 5 delen. Nou, de laatste dan nog niet, maar dat komt omdat die pas net online staat. Maar er zijn nu ook alweer 8 likes, maar op die andere bijna allemaal 20 likes. Hoe doen jullie dat? Echt van serieus, ontzettend erg bedankt. Dit is dus onze nether portal. Volgens mij is dat niet aangepast. We hebben nu een nether portal, dat wordt denk ik ook de titel. Nether portal, yeah. En we hebben armor ook al. Wat is dit? Ladder. Oh, we kunnen een paar van die item frames maken, want die zijn nu nieuw, hè. Laten we dat maar even gaan doen. Gelukkig heb ik die snapshot video's op This David Games gedaan, zodat ik weet hoe ik ze moet maken. Zo. Oh, we hebben meer hout nodig. Ik wil natuurlijk. Hoeveel ladder hebben we? Oh, 14. Ik dacht 4. Oh, dan kunnen we al 14 van die item frames maken. Dat vind ik wel de moeite waard. Nou, minder, want zoveel hout hebben we niet. Denk ik. Oh, ik wou bijna chests maken. Oh, sticks natuurlijk. Eerst opscheppen dat ik weet hoe het moet. Dan doe ik het ook nog fout. Oké. Sticks, sticks, sticks. We houden allemaal van sticks. Item frame. Item frame. Item frame. Item frame. Meer hout nodig. We hebben er 6 nu. Zo. Zo. 14 item frames. Ik
weet nog niet precies wat ik ermee ga doen. Maar we hebben ze in ieder geval. En ik hoor allemaal zombies en ik word er echt gek van. Dus die gaan we even vermoorden. Zijn jullie hier? Oh, ik heb het hier een beetje aangepast dat we niet zomaar in een gat vallen. Hier is de andere weg naar beneden. Zijn de zombies hier? Dit liep toch allemaal dood. Waarom is het hier dan nog zo donker? Eventjes toortjes ophangen hoor. Hier eentje. Maar ik vind zelf deze texturepack wel heel fijn spelen. Maar als jullie het niet willen, dan moet ik maar naar jullie luisteren. Zombies. Dan zijn jullie waarschijnlijk hier. Oh, hallo meneer de creeper. Oh, ik zit ook al overwegen om zo'n nieuwe game rule in te stellen. Dat creepers geen schade kunnen doen aan de omgeving. Maar dus alleen nog aan het poppetje zelf. Dat kun je doen met slash game rule. Mob creeping falls. En dan en als dan een creeper ontploft, dan komt er dus geen gat in de grond. Dat vind ik zelf namelijk heel erg irritant. Dus zet dat maar in de comments als je wil dat ik dat ga doen. Ik weet niet hoe lang ik al bezig ben. Mijn aflevering van 15 minuten is wel goed. Oh, trouwens. Ontzettend bedankt voor de 500 abonnees. 500. Echt. Dat had ik echt nooit mogen denken. Kunnen denken. Hoe zeg je dat? Had ik nooit verwacht. Ja. Dus echt. Gewoon ontzettend bedankt. Ik weet eigenlijk niet hoe ik jullie kan bedanken. Ik kan geen giveaway doen, mensen. Sorry. Daar heb ik het geld op het moment niet voor. Ik ben ook aan het sparen voor een nieuwe PC. Ik heb een camera gekocht voor de setup video. Dat is wel even een leuk verhaal om te vertellen. Ik kocht dus een camera bij discountking.nl. Koop het daar niet. Dus het doosje kreeg ik meteen de volgende dag al binnen. Alles zat erin. Ik weet niet of trouwens niet of ik dit al verteld heb. Behalve de camera zelf. Ik hoor een bed. Dus de camera zelf zat er gewoon niet in. Hoe kut is dat? Oh nice, die nieuwe skeleton geluiden. Wat is dit? Waar zijn die beds? Ik hoor beds. Oké, laten we hier maar even een pad naar beneden maken. Nou, we hebben echt veel te veel te doen. Het is beter als dat we niet weten wat we moeten doen in deze serie. De volgende keer gaan we waarschijnlijk nog niet naar de Nether. Vet cool, een bed. Ik laat hem leven. Jammer dat ze nog niks droppen. Ze zouden eigenlijk van dat van die vleugels moeten droppen, dat je kan leren vliegen. Dat zou wel cool zijn. Maar dan dat je heel veel van die vleugels nodig hebt voordat je ook echt kan vliegen. Zo, die is dood. Hallo, nog een skeleton. En die armor helpt wel. We werden een paar keer geraakt met DH's geen damage. Wat hebben we hier allemaal? Dit is naar boven. Zo. Hebben we kool? Ja, we hebben kool en sticks. Mooi. Kunnen we heel veel toortjes maken. Wat is hier verder nog? Hier zo boven. Hier even een bruggetje maken. Hier ook. Wat hebben we hier? Is dat een uitgang naar boven? Of hierboven ook? Ik denk het trouwens wel. Ja. Oh, het is nacht. Oké. Oh, hier nog een gat. Best wel cool cave system. Vooral dat hij zo groot is. Ik dacht dat hij al heel snel dood zou lopen. En wat hebben we hier? Ik hoor dieren. Daar is ons huisje. Nou, laten we dan maar even bij de farm gaan kijken. Misschien is het al wel volgroeid. Maar ik heb dus ook beter gras en zo bij dit texture pack. Ik heb hem gepatcht. En nu heb je dus ook verschillende soorten bloemen. Dit is een gele bloem. En die kan dus nu ook in verschillende kleurtjes komen. Dus dat is wel super cool. Alleen, dit is wel een beetje onduidelijk. Dus ik weet niet of deze plantjes nu al zijn volgroeid. Dus dat wordt even een gokje. Dat vind ik altijd wel jammer bij texture packs, dat je dat zo slecht kunt zien. Ik denk dat deze klaar is. Nee. Nee. Kijk, dat bedoel ik nou. Hoe kut is dat? Ik ga het nu gewoon doen. Slash game rule. Mob grieving. False. Zo, als het goed is, als een creeper nu ontploft, kan die geen gaten meer maken. Maar ik haat dit dus echt gewoon zo erg. Dus echt ontzettend bedankt, Mojang, dat je dit hebt toegevoegd. Dat jullie dit hebben toegevoegd. Hallo, zombie. Hé, hey, een infected villetje. Echt, ik hou van 1.4. Ik hoop jullie ook. Misschien kunnen we deze video dan ook weer tot de 20 likes brengen.
om 1.4. Zou ik echt ontzettend cool vinden. En ook ontzettend veel waarderen. Maar nog even terug over de camera. Dus ik hoop dat ik een nieuwe krijg. Met de camera er zelf ook nog in. Dus niet zonder camera. Maar dus als dat komt, dan kunnen jullie dus een setup video verwachten. Ik heb er erg veel zin in om dat te maken. En ik hoop jullie ook. Oké, we kunnen het nu testen. Ja, kijk, dat is toch veel beter. Geen gaten in de grond. Ik hou van die game rule. Nou, we maken de farm later wel weer mooi. Die is klaar. Oké, dus zo ziet het eruit. Ik denk dat deze klaar is in ieder geval. Oh, faal. Die was ook nog niet klaar. Moeten we maar even wachten. Hebben we botten? Ja, we hebben botten. Dus kunnen we even kijken hoe dat er dan uitziet. Laten we die dan ook nog even planten. Oh, oh, dat is wel duidelijk. Ik denk dat het al klaar is. Zo, laten we het even. Harvesten. Hebben we 6 zaadjes? Ja, 7 zelfs. En dan kunnen we het weer planten. Perfect. Oh, wat hebben we toch een mooie wereld hier. Dan gaan we dit nu eventjes weer planten. Al deze mooie bloemetjes. Oh, dat is een aparte. Maar die rode kan volgens mij ook een lichtblauwe worden. Een cyaanachtige. Ja, kijk. Oké, wat nog meer? We hebben nu dit is allemaal gedaan. We moeten even wat eten. Ja, we kunnen van het graan brood maken. Laten we dat maar even doen. En ik wil hier ook even stairs maken dat dit makkelijker omhoog loopt. En ik hou er trouwens wel van dat de vloer zo ongelijk is. Dat vind ik zelf wel knussig. Knusachtig. Dus eerst maar even de ijzer gaan smelten. Oh, lag spike. Ik hoop niet dat door het renderen dat hij dan nog erger gaat laggen. Want dat gebeurt af en toe. Misschien dat jullie via WeTransfer een volledige Minecraft.jar kunnen sturen. Dus met Optifine dan al in. Want mij lukt het niet om het in te stellen. Wat wou ik doen? Ik wilde... Oh ja, graan gaan maken. Crafting table. Zo. Geen graan natuurlijk. Brood. Ik wilde brood gaan maken. Oké, laten we een eten chest gaan maken. Dit wordt onze etens chest. Zo. Hebben we een item frame? Dan hangen we dat erboven. En we hebben nog meer eten. Dit hoort ook tot eten. Wat is dit? Kikkervisje? Nee, spider eye. Dit is eten. Graan is nog geen eten. Het is nog niet volgroeid. Oké. Laten we dat erin doen. Eentje houden om in de item frame te doen. Of kost je dat geen item? Jawel. Oké, dit is ons etensdingetje. Ik denk dat ik alweer veel te lang bezig ben eigenlijk, maar... Ik heb nog geen zin om te stoppen. Dat is het probleem. Ik heb een waterval nodig. Het moet. Sorry. Laten we hier een waterval maken. Zo. Prachtig. Nee, niet prachtig. Hij moet verder naar achter. Ik hou van watervallen. Dus we moeten er gewoon eentje hebben hier. Zo, perfect. Een prachtig mooie waterval. Wacht, misschien kunnen we met die string dat het water dan niet zo verder komt. Oh nee, dat gaat weg. Dat is jammer. Oké, heel erg bedankt voor het kijken mensen. Ik moet nu echt stoppen. Bedankt voor het kijken naar deel 6. We hebben vandaag best veel gedaan. En dus tot de volgende keer. Laat in de reacties achter of ik dat mob creeping aan moest laten. Dat ze dus niet de grond kunnen kapotmaken, de creepers. En of ik deze texture pack moet houden. En zo niet welke texture pack ik anders moet doen. Of gewoon default. Dan zeg ik like, favorite, subscribe. Volg me op Twitter. @ voor de win games. En tot de volgende keer. Bye bye.